Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Tales of Berseria. Ja, vanaf nu ben ik weer alleen. Vandaag zijn we weer in Logrest. En ja, we zijn eigenlijk een beetje op zoek van wat is nou een beetje de plan van aanpak. We hebben gezien wat er nu is gebeurd met Silva en een beetje de richting waar Innomi dat naartoe wil. Dus voornamelijk alles suppressen, dus een wereld van reden en stilte. Toch hebben we wel meerdere keren gezegd dat dat hun idee was, maar nu zie je ook daadwerkelijk wat het gevolg daarvan is. En je ziet gewoon, de wil wordt meegenomen, de vrije wil. Dus alles, iedereen kan gewoon werken op basis van instinct. Dus zelf leven, zelf dingen doen, maar de wereld qua vrije wil is er niet meer. Dus ja, ga je meteen afvragen van oké, kunnen dan mensen nog voortzetten? Maar dat is een manier van wil. Maar ja, ik weet niet of dat een kwestie is van biologische voortzetting of want nooit kan je kinderen op de wereld zetten vanuit een paar dingen. De makkelijkste is altijd de biologische. De biologische voortzetting van jouw genen zijn naar jouw aanzien het beste en die wil je voortzetten. Dus de beste genen worden doorgezet. Om steeds een verder ontwikkelde. Ja, een verder ontwikkelde samenleving te krijgen. Want iedereen wordt steeds slimmer. Maatschappelijk speelt dan geen rol meer. Want kinderen kunnen ook een status-ding zijn. Maar ja, dat is dus niet meer het geval. Dus ik weet niet. Als de wilde van weg is. Of dan nog die biologische voortzetting nog bestaat. Want dan focus je puur op jezelf. Dus ja, een beetje interessant iets. Ja, nu ziet Lafayette ook langzaam zeker van, hey, dit gaat hem niet worden. Ik wil graag sterker worden. Nou ja, dit hebben we al een keer eerder gehad van, wat kan je precies ermee doen? Volgens mij heeft Aizen dat ook al een keer uitgelegd. Iedere Malak heeft zijn eigen domein. En door te bidden naar bepaalde domeinen, kan dat domein sterker worden. Nou ja, we hebben gezien wat Lafayette's kracht nu is. Omdat hij een deel was van de offering. Samen met Ceres. Hem en de andere Lafayette. Heeft hij een deel van de zilveren vlam. En zilveren vlam kan purifyen. Dat kan dus malevolence, maar dus ook onderdrukking purifyen. Of tenminste tegenhouden. Dan zie je ook nu waarom Ceres haar element destijds vlam was. Maar dat was puur vlam, dat was niet idee erachter. Dat is meer spiritueel iets dan daadwerkelijk een vlam. Dus ja, uiteindelijk mensen worden sterker door te bidden naar de specifieke personen. Naar specifieke Malaks in dat geval. Dus als een Malak een bepaald symbool met zich meebrengt of een bepaald symbool is, is die heel erg sterk. Wordt er niet naar gebeden of is het gewoon een Malak op zichzelf, dan is dat een domein minder sterk. Dus dat is een beetje ook het idee waarom Aizen naar verhouding aardig sterk is. Want hij heeft mensen die niet per se in hem geloven, maar mensen die hem vertrouwen. Ze weten van hem af en daardoor is hij op zich aardig sterk. En zijn domein op zichzelf was al aardig sterk. Want zijn domein is letterlijk die Reaper's Curse, wat hij iedere keer zegt. Omdat zijn Reaper's Curse letterlijk de mensen tegen tegen drempels aan laat lopen of versterking of door uit te dagen of in negatieve situaties te brengen, brengt hij het beste in anderen naar boven. Je kan ervan vluchten, je kan er ook tegen vechten, dus fight or flight. Dat is ook het hele idee van Aizen, waarom hij zo echt gefocust is dat iedereen zijn eigen stuur in handen heeft. Dus ga je vechten of ga je vluchten? Dat is een beetje het hele idee erachter van waarom die ook zo in elkaar zit. En is ook waarom Aizen zegt van
Bid maar niet voor mij, want hij weet wat er dan gaat gebeuren. Ja, dit is eigenlijk de begrafenis van Ifrit. En ik had misschien leuker gevonden als Ifrit iets meer een rol had. Dat we hem letterlijk zagen toen we ook Aizen zagen. Ik had dat misschien iets leuker gevonden. Want dat Aizen misschien wat meer impact geeft en dat ons ook meer impact geeft van hey, daar zit daadwerkelijk iets in. Of dan konden we Ifrit kennen, want nu kennen we hem alleen van naam en zagen hem alleen maar in de toren destijds. He's just not one to give up easily. I honestly couldn't tell you where he gets it from. Really? Well, I think you and Lafayette are actually rather similar. You can't be serious. Oh, I'm completely serious. And to a dumb old demon like me, it doesn't seem like a... Ja, en dit is op zich, want wij weten dat het een neefje is, dus ja. En Rokuro zegt het ook niet om precies te zeggen van ja, no duh, we zijn familie. Maar meer zo van, ondanks het feit dat jullie familie zijn. Want uiteindelijk, hij ziet ook gewoon iedereen als een eigen persoon. Hij ziet niet Lafayette als het neefje van Velvet nu. Hij ziet Lafayette nog steeds als zijn eigen persoon. Dus op die manier maakt hij de vergelijking. Dat is op zich best, schijnig. Maar ja, ondertussen zijn we ook bezig met de sidequest en zei ik ook van heel veel onderdelen die we nu hebben in de game. Zijn echt sidequest related, want je hebt naar verhouding maar een paar dingen nog. Je hebt het awakenen van de vier Empyreans, wat we later nog gaan krijgen. En als we de vier Empyreans hebben geawakend, dan kunnen wij Innomuinat suppressen. Ziet als volgt. De vier Empyreans zijn vuur, water, aarde en wind. Dus de vier elementen. Die vier elementen kunnen Innomuinat op zichzelf onderdrukken. Maar die vier Empyreans, omdat mensen het geloof daarin kwijt waren, op een paar kleine na, is hun domein een stuk zwakker geworden. Dus daardoor kon Innomuinat naar voren komen, want er waren twee mensen die heel erg in Innomuinat geloofden. Ondanks het feit dat Arthur een beetje zijn depri-arc had, en daar later met Celica naar boven kwam, zijn geloof in Innomuinat bleef altijd hetzelfde. Hetzelfde met Melchior, dus die mensen waren nog iedere keer, dus Innomuinat was telkens aanwezig. En Innomuinat heeft een andere awakening nodig dan de andere vier Empyreans. Hij heeft gewoon Ferions nodig. De Ferions eten de Malevolence op. En die Malevolence op basis van de types. Want daar was oorspronkelijk ook die verwarring over. Was het nou types of was het hoeveelheid? Was gewoon de types. Daardoor kan hij awakenen. Dus hij heeft naar verhouding maar een paar mensen nodig die in hem geloven. En voor de rest heeft hij alleen maar Malevolence nodig. Dus met de dingen die hij had, dus cowardice, greed, lust, die dingen, kon hij awakenen. Nou, cowardice is Kamoana, greed, nou ja, is hebberigheid. Dus dat kan ook kracht zijn, maar de enige die echt daarvoor aan past is misschien... Ik heb geen idee. Ik weet niet wie bij Greed past. Misschien met Dissa, omdat zij greedy was en dat zij haar eigen kinderen kon beschermen. Ik weet niet. De zondes worden vaak, als zij al worden overschreden of erg aanwezig zijn, dan zijn ze echt zondes. Maar het zijn vaak ook gewoon motivators om gewoon dingen te doen. Want... hebberigheid kan ook naar kennis zijn. Of hebberigheid is dat jij gewoon ervoor kan zorgen dat de mensen van wie je houdt in
nou ja, vreugde kunnen blijven leven of bescherming of nergens last van hebben. Dat is het hele idee erachter. Hetzelfde met trots. Trots kan ook gewoon zijn dat je blij bent met de positie. En dat je ook dankzij je trots jezelf verder blijft ontwikkelen. Maar als je arrogant wordt, dat het dan een zonde wordt. Dus daarom, in overdrijving of doordrukken van die zondes kan het echt gezien worden als een zonde. En ik ben nu van het kijken van oké, waar kunnen we overgaan nou nog langs? Want we hebben nog Titania waar we nog even rond kunnen kijken. Maar ja, zoals ik zeg, het zijn voornamelijk sidequests die we nou moeten doen voordat we de vier Empyreans moeten awakenen. Dus het is voornamelijk even wat kleine dingetjes triggeren van oké, waar moeten wij nou nog precies langs? Wat zijn onze opties nog en waar kunnen wij nog even rekening mee houden? Want merendeel van het ding waar we nou mee zitten is Velvet's eigen ontwikkeling. Want die is eindelijk weer een beetje goed. Ja, we hebben gezien hoe diep zij ging. Dus op zich vind ik het nog, is het op zich wel heel mooi hoe zij er nu in staat. En ja, voor de rest nu gewoon kijken wat moeten wij nou... Wat moeten wij en wat kunnen wij nu doen? En daar blijft niet zo heel veel van over. En dit is wel een van die vervelende dingen. Wij moeten echt letterlijk naar Hellewies gaan. Want dan triggert iets. En dit laat ook zien dat daadwerkelijk Velvet... ook daadwerkelijk de mensen die goede wilskracht hadden of genoeg wil... ook hier kan ontmoeten. Daarom kon ze ook Ceres en Celica zien. Yep. Yes, I won't apologize for that either. It matters not. Your sins are nothing a mere apology could ever absolve. Ja, dat is technisch gezien waar. I know. At least you're aware of how selfish you are. Good for you then. Ik vind soms de interactie wel leuk. En daarom mis ik op zich wel het feit dat er soms gewoon niet genoeg interactie was met bepaalde characters. How many times I am reborn, I will act the same. As will I. Want als Oscar misschien 2 à 3 keer vaker voor was gekomen, was ook nog een leuke rivaliteit geweest. Of een soort van parallel tussen Lafayette en Velvet. Zowel de oorspronkelijke als de Malak Lafayette. En Oscar en Teresa. Want dat is, die relatie zie je op het eiland waarin we vechten tegen Firion, Teresa en Armitage Oscar. En ik weet niet, dat 1 extra stap had hem misschien nog leuker gemaakt. 1 of 2 extra fights. Best just to blame all the wickedness of the world on the Lord of Calamity. Don't you try to shoulder all of this yourself? Nou ja, dat zeg je wel mooi, maar dat is een beetje het hele idee erachter. We exorcists are just as much at fault for letting things come to this. So let me ponder what to do about Kamoana and the rest. En ik heb het ook al gehighlight in een paar afleveringen hiervoor. There, I've said my piece. De exorcists draaien alles zometeen op dat de Shepherd Artorius alles van de Lord of Calamity heeft tegengehouden. Dat de Lord of Calamity verantwoordelijk was voor alles. Want onthoud, Eleanor kan nooit meer terug naar de Exorcist. Zij kan heel veel dingen nog doen, maar zij kan nooit meer ze kan nooit daar meer een groep van zijn. En probeer dan maar de propaganda tegen te houden. Ja, en dan zie je ook gewoon het domein.
something tugging at my thoughts. Yeah, I've been hearing a lot of that lately. But pull yourself together. En zie je gewoon dat het domein steeds verder wordt, des te verder in nomina, des te sterker in nominat wordt. Yet being the operative term here. We'd better get a move on. Benwick, don't leave Kamoana or Medissa's domain. Ja, en omdat de Ferions een ding zijn, vallen hun buiten het domein. Of vallen hun binnen hun domein, maar hun eigen domein kunnen de mensen beschermen. Nou ja, je hebt gezien hoe sterk de Ferions waren, dat ze in speciale barrières zaten. En heel groot zijn die domeinen niet, maar ze zijn genoeg om de hele van Elsia te beschermen. Dus zolang mensen daarin zitten, worden ze beschermd. Dus daarom heeft Benwick er geen last van. Nou, ze zijn nog steeds aan het slapen. Ga je daar maar vanuit. Wat op zich interessant is, want je zou op zich zeggen dat er geen ontwikkeling plaatsvindt. Want vuur, wind, water en aarde zijn een cyclus. Vuur brengt warmte aan de aarde, de water voedt de aarde en de wind verspreidt onderdelen van de aarde, zoals bijvoorbeeld pollen of bepaalde voedingsstoffen, waardoor de aarde weer groeit. Nou, de aarde groeit weer door, hier komt er leven in en is daar ontwikkeling. Maar ja, zonder die invloeden gebeurt er niks met de aarde. Alleen, dat is dan een beetje het rare, want zonder vuur is er geen warmte, dus dan is er kou. Zonder water is er geen voeding. Nou, dat is niet, op zich niet waar, want alles leeft nog en je hebt sneeuw, die dingen. En wind beschermt en omvat alles. Dus als je had gezegd dat we iedere Elemental Empyrean één voor één wakker moesten maken, oké, logisch, dan is het koud. Maar alles wordt tegelijkertijd awakened. Dus dat had ik eerder gezegd van oké, dan is gewoon een bepaald continent wat volledig in duisternis zit. Of alleen maar mist of iets anders dan alleen kou. Want kou is gewoon het beperkt of het niet hebben van warmte. Dus dat is een beetje het hele idee waarom ik niet snap waarom het alleen maar koud is. Maar ja, dit is een tijdje geleden dat we in Hellevies waren. En op zich was het dan wel interessant. As the world gets colder, the long-armed crab's habitat expands. Do your best out there today. Ja. If the crabs breed too quickly. En is een beetje de hele cyclus die er is. Daddy, you're acting weird. Oh, sorry about that. Ja. My mind just wandered away from me there. Want dit laat ook gewoon zien hoe het in wat eigenlijk het effect is, hoe dingen bepaalde dingen ontwikkelen. Want ze zeggen ook, als alles op basis van Innominat zou werken, zouden ze alleen nog maar de krab gaan hunten om de populatie van vis te controleren. En daar hebben we onze grote vriend weer. Hallo. Oh, die priester is ons zo erg zat. Ja, ja. Ik ben en blijf weer van de leukste dingen vinden. I've done a great many things that I regret. For instance, I once put blind, unquestioning faith in the Abbey's ideals of reason and justice. In making any decision, I used not my head or my gut or my heart, but instead. En dit is op zich een hele interessante. De priester, want meer dan van het geloof zegt, je vindt het antwoorden in geloof. Dus geloof erin. Dus niet van geloof in je hoofd of geloof in je hart. Nee, het antwoord zou je vinden in het geloof of in
de dogma of de doctrine die wij uitleggen. Want uiteindelijk geloof is gewoon doctrine. Je kan het heel makkelijk maken, maar het is gewoon doctrine. Er zijn regels en die regels moet je volgen. Dus wat ze eigenlijk hier zegt is ook de reden waarom heel veel religie eigenlijk langzaam zeker verdwijnt in meer ontwikkelde landen. De mensen beslissen voor hunzelf en op die manier begint het geloof steeds minder te worden. Geloof is nog steeds op zich een goede regel of goede kernpunten die je kan volgen. Doe een ander geen dingen die je zelf niet op jezelf wil hebben. Dus behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden. Dat is voor mij de correcte. Wees aardig of hou de andere of hou je naaste lief. Vermoord niemand, al die dingen. Dus die regels, daar is ook heel veel rechten omheen gemaakt. Want heel veel rechten en bepaalde straffen zijn nog steeds gebaseerd op die tijd de regels van de Bijbel. Omdat toen mensen nog aardig conservatief waren en iedere zondag naar de kerk gingen. Dus de kerk heeft nog steeds bepaalde invloeden gehad op bepaalde rechten. Maar ja, langzaam maar zeker in de 1900, 1900 begon het gewoon steeds minder te worden. Mensen werden meer ontwikkeld. In de algemene zin, daarvoor was het ook al, maar in de algemene zin steeds verder, steeds breder. En mensen gingen gewoon niet meer naar de kerk. En dat kan je in de 1970, 1980, een beetje die generatie, begon het echt steeds minder te worden. Ik zat nog in de generatie waarin je nog gedoopt werd, communie, vormsel. Maar ik ging naar de kerk vanuit familie, vanuit de grootouders gingen nog vaak naar de kerk toe. Dat, zelfs dat is er nou niet meer, want de kerk gaan alleen nog mensen uit die echt in die tijd waren. Dus voornamelijk je grootouders en misschien je ouders als je nog in een conservatief dorp zit, zoals bijvoorbeeld Urk of waar de religie of de gemeenschap nog rondom de religie is. Dus daar kan je op zich aardig wat dingen uithalen. Dus dan kan je zien hoe bepaalde dingen zich ontwikkelen. En daarom vind ik het op zich wel interessant hoe soms games die onderdelen uithalen. Nou, en je weet het, is Elavis, dus we hebben weer Rokuro die in zijn Naki aan het zwaard vechten is. Ja, op zich. Ja. Want om nothingness te bereiken of een staat van complete rust, moet je al die punten naar voren halen. Dus je moet je wraak, je haat, alle negatieve emoties moet je naar boven halen. Want je onderdrukt het niet. Als je ze onderdrukken, dan zal je geen punt hebben van niks. Dus om al die punten te hebben, moet je het accepteren om tot dat punt van nothingness te komen. Dus om te mediteren, moet je daar dus komen. En dit is dan vaak ook de route die bepaalde zwaardvechters bewandelen. Van, je leert het zwaard, je leert jezelf kennen, je accepteert het. En daarna kan je boven jezelf staan om de zwaard te beheersen. En dan kan je alles gebruiken wat een zwaard is. Zelf kan je de handen dan gebruiken. En kom je dan daar nog een stap verder, kom je in het abstracte terecht en kan je zelfs de redeneringen die gebruikt worden omheen te begrijpen en benutten. En dat was mijn filosofieles van vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat eens.